الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Geliefde broeders en zusters, de misdadigers willen maar niet stoppen. Het apparaat van doodslag en verderf gaat nog steeds verder. Er worden nog steeds dagelijks talloze onschuldige mensen vermoord, uitgeroeid en afgeslacht. En dit onder toezicht, onder goedkeuring van Amerika en heel veel Europese landen. De maskers zijn nu gevallen, geliefde broeders en zusters. Het is duidelijk geworden wie aan de kant van menswaardigheid staat, wie aan de kant van degene die onderdrukt worden staat en wie aan de kant staat van de onderdrukkers. En we zijn zeer, maar ook zeer teleurgesteld in de positie die onze overheid heeft aangenomen in deze kwestie. Dat gebeurt. Maar we winnen wel heel veel mensen, heel veel mooie zielen. We winnen wel de samenleving. We winnen wel de miljoenen mensen die de straat op zijn gegaan om op te komen voor mensheid. Om de genocide die nu gaande is, om dat te proberen tegen te houden. Dus ik zou zeggen, alhamdulillah, we zijn erin geslaagd om de narratieven te veranderen. We zijn erin geslaagd om het beeld wat men had over de enige democratische land in het Midden-Oosten, om die daadwerkelijk naar voren te brengen. Dit is het beeld wat echt aanwezig is en niet het beeld wat we zelf hebben gecreëerd omdat we daar graag in willen geloven. Een staat van apartheid, een staat van discriminatie, een staat van uitsluiting, een staat van kolonisatie, een staat die gestoeld is op leugens, op verderf en op doodslag. Dat is de werkelijkheid. En dat beeld begint nu iedereen te zien. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is. Maar tegelijkertijd is het belangrijk, geliefde broeders en zusters, om gebruik te maken van dit soort beproevingen, moeilijkheden. Om gebruik te maken van dit soort treurige omstandigheden, geliefde broeders en zusters, om de wereld een stuk mooier te maken, want dat zijn de verantwoordelijkheden die wij als mensen, als individuen, als gezinnen, als families, als moslims moeten nemen, want wij zijn hier op aarde gezet met bepaalde verantwoordelijkheden. We zijn hier niet op aarde gezet om enkel en alleen te verwijzen naar degene die het fout doen. Allah azza wa jalla zegt, kuntum khayra ummatin, ukhrijat linnas, de beste gemeenschap, met wat? Met jouw naam? Met jouw uiterlijk? Met jouw kleur? Nee, met jouw daden. De beste word je door je daden. Ta'muruna bil ma'ruf, je spoort tot het goede aan. En je probeert het slechte te verwerpen en tegen te houden. Wa tu'minuna billah. Het iman komt op derde plaats. Want dat is jouw persoonlijke band met Allah subhanahu wa ta'ala. En een van de zaken die mij de afgelopen dagen diep, maar ook diep hebben geraakt. En ik denk dat er miljoenen en misschien zelfs miljarden mensen wereldwijd die dezelfde emoties hebben ervaren en dezelfde pijn hebben gevoeld toen we zagen dat gebedshuizen, moskeeën, kerken worden uitgeroeid. Gebombardeerd worden. Mensen die God aan het aanbidden waren, dat die worden gedood in een gebedshuis. Dat is onethisch. Dit is onislamitisch. Maar dit is ook nog tegen elke vorm van mensenrechten. Mensen hebben het recht om zichzelf te zijn, om hun geloof te belijden in hun eigen gebedshuizen. En dat is hen ontnomen. Sterker nog, ze zijn in die gebedshuizen gedood. We zagen ook de provocaties van verschillende soldaten die gebruik maakten van de moskee om de moslims te kwetsen. Om hun retorieke, haatretorieke daar te bedrijven. Dat hebben we gezien met onze eigen ogen. En ik ben blij dat de wereld dat heeft gezien. Dat ze de moskeeën onrein proberen te maken met hun aanwezigheid, met hun schoenen en met hun uitspraken die ze daar hebben gedaan. En dat bracht mij bij een ander beeld, wat mij hoop gaf. Dat er een moskee volledig gebombardeerd werd. Dat er niks meer van die moskee was overgebleven in Gaza. Maar dat we een groep jongeren, en ik kijk de jongeren aan,
dat we een groep jongeren zagen die naast de moskee gezamenlijk het gebed gingen verrichten. Je kunt uitroeien wat je wilt uitroeien. Je kunt elke moskee wereldwijd gaan bombarderen of sluiten. Maar de moskee uit de harten van moslims krijgen gaat jou niet lukken. Want al zou je alle moskeeën bombarderen, binnen no time staan er anderen. En sterker nog, Allah Azza wa Jalla heeft ons de toestemming gegeven en heeft tegen ons gezegd dat de hele aarde een moskee is. Dat de hele aarde rein is om het gebed te verrichten. En moskeeën, geliefde broeders en zusters, zoals de Koran zegt, zijn nooit gebouwd omwille van architectuur. Omwille van de grootte, omwille van de uiterlijke kenmerken ervan. De moskee is gebouwd om jouw band met Allah Azza wa Jalla te herstellen. De moskee is gebouwd om jou op te voeden. Dus de moskee is gebouwd om jou van educatie en kennis te voorzien. De moskee is gebouwd, geliefde broeders en zusters, om die saamhorigheid te creëren. Het is geen plek voor ruzies. Het is geen plek voor meningsverschillen. Het is geen plek om ruzie te maken over positie, over aanzien, over welke cultuur of welke land of welke taal je daarin spreekt. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Dat is de voorwaarde. Geloof. Je bent een onderdeel van die moskee, van die gemeenschap, zodra je in Allah Azza wa Jalla gelooft. Heb je het recht op die moskee? Het is van niemand. Innama ya'muru masajid Allah. En wat bijzonder is aan dit vers, is dat de Koran niet zozeer de nadruk legt op de moskeeën, maar eerder op degene die de moskee bezoekt en de daden die daarin verricht worden. Innama ya'muru masajid Allah. Al-i'mar is niet alleen maar aanwezigheid in de moskee, maar dat de moskee gaat leven. Dat de moskee meer moet zijn dan enkel en alleen een plek waar gebeden wordt. Wat heel belangrijk is. Maar een moskee moet het centrum zijn van de moslims. Waar ze bij elkaar komen, waar ze leren, waar ze elkaar stimuleren, waar ze elkaar versterken. En waar ze vooral de samenleving als geheel verrijken. Laten we die waarde ook beseffen van de moskeeën. Laten we deze gunst ook waarderen en erover waken. Want ik zeg het altijd en ik blijf dat altijd herhalen. Het is eenvoudig om begunstigd te worden. Het is eenvoudig om begunstigd te worden. Maar de uitdaging is om over die gunsten te waken. De uitdaging is om dankbaar te zijn voor de gunsten die Allah Azza wa Jalla jou heeft gegeven. Allah zegt, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Een moslim is degene die zijn verantwoordelijkheid neemt tegen zijn moskee. Probeert financieel daaraan bij te dragen. Probeert vanuit educatie daaraan bij te dragen als dat zijn vakgebied is. Probeert te helpen. Probeert het goede te verspreiden. Probeert de mensen bij elkaar te brengen. Probeert de moskee te onderhouden, schoon te houden. Probeert moskee bereikbaar en laagdrempelig te houden voor iedereen. En dat is een van de verantwoordelijkheden die moskeeën in een niet-islamitische omgeving zouden moeten nemen. De verantwoordelijkheid moeten nemen om de moskee laagdrempelig te houden voor de bredere samenleving. Want wij spreken altijd in onze dien over twee soorten umma, gemeenschappen. Een umma van ijaba die het geloof heeft omarmd en geaccepteerd, dus jouw medemoslims. En je hebt ook jouw gemeenschap, voor alle duidelijkheid. Jouw gemeenschap van mensen die nog de islam niet hebben omarmd, die zou de islam naar die personen op de juiste manier moeten presenteren. En een van de belangrijke middelen om ze kennis te laten maken met de moskee. Wal yawmil akhir. Maar een moslim is niet alleen maar die de daden verricht en deze koppelt aan persoonlijke doelen of aan persoonlijke ontwikkeling. Een moslim is degene die dat voortdurend linkt met Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mijn gebeden, mijn nusuk, mijn leven en mijn dood is voor Allahu rabbil alamin. La sharika lah. En niemand anders. En deze manier van denken beschermt je, geliefde broeders en zusters. Wanneer jij naar de moskee gaat en geladen uit de moskee komt, dat is het, dat is de essentie van bidden in de moskee. Dat je met nieuwe energie, met nieuwe inzichten, met nieuwe kennis, met nieuwe spirituele ontwikkeling, dat je hoger op bent gekomen. Met die energie ga je de samenleving in. Je gaat dingen betekenen. Je gaat actie ondernemen. Je gaat je verantwoordelijkheden dragen. En daarom zegt Allah Azza wa Jalla in de Koran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. Zodra het gebed voorbij is, verspreid je dan.
Moet je naar werk? Ga naar je werk. Moet je naar school? Ga naar je school. Moet je je kinderen van school halen? Doe dat. Ga je naar vrijwilligerswerk? Doe dat. Maar blijf niet hangen in de spirituele omgeving door enkel en alleen bezig te zijn met één specifieke daad. Allah Azzawajal leert ons om die energie die we hier in de moskee putten, om die vervolgens in de samenleving te gaan verspreiden. En Allah Azzawajal spreekt ook in dit vers over iqamatus salah. En ik heb altijd gezegd, iqamatus salah is anders, is iets anders dan het verrichten van het gebed. Allah Azzawajal spreekt niet over adah. Dat jij adahus salah, dat jij het gebed gaat verrichten. En daarmee wordt er exact en specifiek bedoeld dat je bepaalde ledematen in beweging gaat brengen en dat je specifieke handelingen gaat verrichten. Allah Azzawajal spreekt hierover al-iqama, wat meer als onderhoud gezien kan worden. Je bouwt iets en je onderhoudt het. Op het moment alvorens je een baksteen of iets anders gaat neerzetten, die een belangrijk fundament neer te zetten, zodat het gebouw ook heel blijft. Iqamatus salah. Iqamatul bina, dat je een gebouw neerzet en dat je een gebed neerzet. Iets wat je kunt zien in jouw daden, dat je kunt visualiseren, waarover je kunt fantaseren, dat je het effect en de impact ervan in je dagelijkse leven gaat ervaren. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En het eerste wat het zou moeten beïnvloeden, is jouw gedrag. Hoe kan je de moskee verlaten en de buren storen? Hoe kan je de moskee verlaten en een blik Red Bull uit je auto gooien? Hoe kan je de moskee verlaten en een paar minuten later gaat roddelen? Hoe kan je de moskee verlaten en wanneer je te laat komt op je werk niet doorgeeft? Hoe kan je de moskee verlaten en je vrouw en kinderen verwaarlozen? Hoe kan je de moskee verlaten en onethisch verantwoord door het leven gaan? Gaat blowen, gaat drinken, gaat gokken, naar het haram gaat kijken. Dat zijn zaken die wij in ons achterhoofd moeten houden op het moment dat we naar de moskee komen. Je komt naar de moskee om als nieuw persoon de moskee te verlaten. Om jezelf naar een ander niveau te brengen en om de samenleving om jou heen positief te beïnvloeden. Allah Azza wa Jalla zegt in een andere vers in Surat al-Jinn: "Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." De moskeeën behoren niet tot een persoon of een groep of een gemeenschap. Het zijn moskeeën van Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajid Allah, hebben we eerder over gesproken. En hier zegt Allah azza wa jalla duidelijk. Wa anna al-masajida lillah. En wanneer wij dat beseffen en realiseren. En bewust zijn van het feit dat deze moskeeën van Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Als je alleen maar erachter zou komen dat de verantwoordelijkheden die je hebt gekregen om iets te onderhouden van een belangrijke persoon is, die jou van iets moois kan voorzien, die jou misschien een ton kan geven, die voor jou een mooi huis kan kopen, die voor jou een nieuwe auto kan kopen. Wanneer je dat zou realiseren en beseffen, wallahi, mensen zouden in de rij staan om de moskee te onderhouden en een moskee naar een ander niveau te brengen. In een ander vers zegt Allah azza wa jal, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Wie heeft zichzelf in zo'n positie gebracht van onrecht? Wie is onrechtvaardiger naar zichzelf toe dan dezegene? Dat is wat dit vers zegt. Wie is dat, ja Allah? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Wie de oorzaak was, wie de belemmering was waarom mensen in de moskee hun aanbiedingen niet kunnen verrichten. Op welke manier dan ook. Het kan gelden voor die Israëlische soldaten die moskeeën bombarderen, die het vuil maken, die het onrein maken. Maar het kan ook voor degene, zoals we vandaag helaas ook een klacht hebben ontvangen van mensen die vroeg naar de moskee komen en hier met elkaar in gesprek gaan over allerlei onderwerpen die niet te doen. Die niks met aanbieding te maken hebben. En dat er mensen zijn die Allah Azza wa Jalla aan het gedenken zijn. Dat er mensen zijn die de Koran lezen. Dat er mensen zijn die een spiritueel moment willen meemaken om dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Maar omdat jij het belangrijk vindt om hier bij elkaar te komen en om te praten over allerlei zaken, verstoor je wel de aanbiedingen van anderen. Wees daarmee voorzichtig. Want het is niet iets kleins. Imam Malik radiyallahu anhu hefde zijn stem niet eens op tijdens een zitting van kennis. Wanneer hij kennis overdraagt,
deed hij dat op een bepaalde manier uit respect voor de moskee. Radiyallahu anh. En als hij zijn behoefte wilde doen, verliet hij de omgeving van de moskee, bijna buiten de stad om, uit respect voor de moskee van de profeet alayhi salatu wassalam. Dat is de manier waarop wij deze moskee zouden moeten zien, geliefde broeders en zusters, dat we ze moeten beseffen en dat we ze moeten waarderen en dat we het voorbeeld van de broeders en zusters in Gaza gaan nemen. Hun moskee is gebombardeerd, maar ze hebben de link met de moskee niet verloren. Ze hebben de waarde van de moskee niet kwijtgeraakt, maar ze hebben dat juist vastgehouden. En dat ze zijn teruggegaan naar die plek die gebombardeerd is, om daar het gebed te verrichten. Alleen al het idee, geliefde broeders en zusters, dat je in een toestand van chaos, angst, dat je in een toestand van een oorlog nog naar de moskee gaat om gezamenlijk het gebed te verrichten, ik schaam me persoonlijk daarvoor. Ik schaam mij persoonlijk ervoor wanneer ik hen zie die zich zorgen maken om het gezamenlijk gebed als mannen zijnde, in een toestand van een oorlog dat ze alsnog proberen te komen, in de moskee proberen te komen. En wij hebben alle luxe van vandaag de dag. En soms verzinnen wij, ik spreek in de eerste instantie van mezelf, springen we allerlei excuses en smoesjes om niet naar de moskee te gaan. Mocht Allah azza wa jalla deze broeders die ons wijze lessen hebben geleerd, mag Allah subhanahu wa ta'ala hen rijkelijk belonen. Mag Allah subhanahu wa ta'ala hen hoge rangen schenken in dit leven en in het hiernamaals. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons iets laten profiteren van de zoetigheid die zij proeven. Van de iman die zij hebben. Van het niveau dat ze hebben bereikt. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons voorzien van kracht en wijsheid en kennis om dat niveau te bereiken, dat onze harten niet met dunya verbonden zijn, maar dat onze harten met de moskeeën en met de huizen van Allah azza wa jalla verbonden zijn. Mag Allah subhanahu wa ta'ala onze harten jegens elkaar reinigen. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons verenigen. Mag Allah azza wa jalla ons bij elkaar brengen. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan saliman muwaffaqan min ash-sharri ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأجرنا اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة اللهم كن معهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل عليهم من رحماتك يا رحمن يا رحيم إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقهم الثبات وارزقهم الصبر اللهم ذا الجلال والإكرام اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رحمن يا رحيم اللهم تقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف جرحاهم يا رحمن يا رحيم اللهم ارفع عنهم البلاء وارفع عنهم المصائب وارفع عنهم هذا الظلم والعدوان يا ذا الجلال والإكرام أخت تصدقت اليوم للمسجد بصدقة وتطلب منكم الدعاء اللهم حقق لنا ولمن طلب منا الدعاء الرجاء اللهم تقبلهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.